Goedemorgen, het is zondag. We zijn wakker geworden, uiteraard in onze hotelkamer. Het zou ook raar zijn als je ergens anders wakker wordt. We zijn al klaar om te gaan. Ik heb vandaag deze legging aangedaan. Dit is dus deel van mijn African Collection. Het is eigenlijk best wel raar dat ik als ontwerper al mijn ontwerpen laat zien voordat ze gelanceerd zijn. Dat hoort normaal niet in de fashion industry, maar I don't care. Je bent een disruptor. Ik ben een disruptor. En ik vind gewoon dat jullie... Ja, ik vind het gewoon leuk. Er wordt hard aan gewerkt en ik vind het leuk om mijn reis er naartoe te delen. En het is niet dat iemand het zo snel kan nakopiëren. Behalve in China dan. Zouden ze het kunnen doen. Zij zijn de enige die ik capable zie om dat te doen. Anyway, ja, deze... op zich komt deze zo in zijn geheel... Gaat het er zo uitzien, behalve dit wordt straks anders. Maar ik heb dus een limited edition. Met andere tassels, noemen ze dat in het Engels. Mooi. Ik vind die tassels ook mooi. Ja? Ik heb nu wel honger. Ja, we gaan. Dus wrap it up. Ja, mijn water staat er nog. Nou, neem je water. We gaan uitchecken. En dan gaan wij naar Almere. Eerst ontbijt scoren. We wilden ontbijt op bed doen, op de kamer. Toen zagen we dat de coronaprijzen een beetje overdreven waren. Hoeveel kostte het? Met twee zou het 90 euro zijn. Dat is best veel. 90 euro, ja, opgeteld. 80 of zo, dat is bizar natuurlijk. Met ja, ja, voor ontbijt. Nou, dat heb ik er niet voor over. Voor een eitje en een broodje. Nou, dat voor, daarvoor ben ik wel gierig. Ja. Maar ja, laten we uitchecken, ontbijten en dan naar Almere gaan. Wij zijn weer thuis. Eventjes dan. En ik zie weer de zooi. Oh mijn god. Het huis is in ieder geval niet afgebrand. Je ruikt nog steeds wel. Kijk dan. Ja, ik hoop dat jullie dat ook een beetje kunnen zien. Maar hier zie je die voetstap. Oh. Oké, morgen komt de schoonmaakster. Ik hoop dat zij me kan helpen dat schoon te maken. Ik ga ook alle spullen in de vaatwasser doen. Wat buiten lag. En ik heb nog een drama. Zojuist, ik probeerde mijn koffer eruit te pakken. Ja, kun je de camera maar even uitdoen? Camera uit? Ik heb een kras gemaakt op de auto met mijn koffer. Was per ongeluk. Dat was niet. Ja, dat is niet per ongeluk. Jawel, was per ongeluk. Een lelijke smerige kras. Ik heb het al zelfs weggevreven. Ja, maar dat gaat er niet af hoor, dus je gaat het maar regelen. Krijg je deze maandje toelage niet, hè schat? Oh, wat? Nee. Even normaal. Dus. Kijk, hier zit die kras. Oh mijn god, het is best wel erg dit. Ja, super zonde. Huis in brand of niet? Koffie. Hij heeft al zijn koffieapparaat gered. Ja, die koffie in het hotel was echt bagger. En hij is koffie voor zichzelf aan het zetten. Nou, ja. Als dit geen dedication is, weet ik het ook niet. Dit wordt er niet. Nou, dat blijkt. Wij zijn nu in Almere. Het is nog volgens mij 40 minuten voordat de try-out begint. En we hebben heerlijk weer. Ik was echt bang dat het super slecht weer zou zijn. Dus het gelukkig niet. Remco is iets heel asociaals aan het doen trouwens. De terrein is volledig van ons vandaag. En officieel mag je niet eens hier komen met de auto. Maar Remco heeft er gewoon doorheen gejacht. En tot overmaat van ramp heeft hij de hele auto gewoon letterlijk op het terrein gereden. Maar hij vond het kunnen, prima. Nou, dan doen ze dat lekker. Of hij. Nou, voel je je nu beter? Ja, jij ook. Ja, dat is toch waar de meiden moeten lopen? Ga je ze over het gras sturen? Kijk dan, serieus. De meiden moeten straks daar overheen lopen. Dan zet hij het palm middenin gewoon. Ze missen een paar dingen. Ja, lekker. Ja, lekker hoor. Zo, clinic is klaar. En nu moet Remco de asociale bak weer eruit zien te rijden. Ik had ruimte gemaakt zodat onze leden de nacht kunnen lopen. Hier. Ja, ze hebben langs kunnen lopen. Ja toch, goed dan. Ja, nou rij jij het lekker uit. Geef me de sleutel, dan kan ik het dicht doen. Ja, zo makkelijk nog niet hè. Nee. Ik wacht wel hoor. Dat druk op nu hoor. Ja. Oh god. Ik heb echt spierpijn. Kijk, ik ben zo lekker. Zo'n selfie toch, wat de meeste van die fit girls doen met hun billen. Zo. Ja. We gaan natuurlijk weer de kinderen ophalen. Ja. Ik heb ze zo gemist. Ja, nog een. Dag Akko. Dag. Op playa. De deo's zijn terug, mijn vie. Op playa. Op playa.
Plaaien. Wat moet je oplaaien? Mijn telefoon is leeg. Ja, zijn telefoon moet weer opgeladen. Kom even dichterbij, Mani. Vind je het mooi? Dat is mama's telefoon, hè? Dus ene kind heeft mijn ene telefoon en ander kind heeft mijn andere telefoon. Hoe ben je erin gekomen? Gedwongen zonder telefoon. Zo, nog agressiviteit als je het niet geeft. Door de gekkigheid van gisteren ben ik vergeten dat dit is binnengekomen. Dit is deel 1 van... Kijk maar even. Dit is een leuk cadeautje. Deel 1 van... Nou, laat deel 1 zien dan. De bestelling. Nou, deel 1 van de bestelling. Andere is op postkantoor. Ja, andere hebben ze op de een of andere manier niet hier geleverd. Kijk even. Nou, die is wel cool. Oh, kijk nou. Ja, dat is heel mooi. Kijk, Mali Bombeli. Ja. Mem, wat vind je ervan? Wie is dat? Kom eens hier. Ken je die? Kijk. Wat vind je ervan? Mooi, hè? Wie is dat? Mali en Maya. Maya. En die andere? Oh, pas op. Maya. Ja. En die andere, die? Wel illustrerend, hè? Altijd gewoon... Oké, de kids liggen in bed. Een beetje een probleempje, want we kunnen de keuken niet gebruiken. Hier is geen stroom meer. Lokaal, dus alleen in de keuken. Vaatwasser kan ook niet aan en ik durf echt serieus niks meer aan te raken. Want de vaatwasser, ja, ik bedoel, hij kan niet aan, maar het is ook gewoon echt een shitzooi. Dus ik wil hem eerst een keer leeg laten draaien, zodat hij zichzelf schoonmaakt en dan pas gebruiken. Dus we moeten eten bestellen. Nou, what a surprise, dat moet wel vaker gelukkig. Dus ik ga me, ik weet niet, even nasi of zo bestellen. Indonesisch heb ik ook wel zin in. En dan ga ik de vlogs editen. Deze week ben ik er niet aan toegekomen. En ik ben heel erg gefrustreerd nu. Heel erg gefrustreerd omdat ik gewoon niet alles heb kunnen doen wat op mijn lijstje stond. Dus dat moet ik meenemen naar volgende week. En volgende week ziet er ook nog redelijk rustig uit. Dat zei ik ook vorige week. En het bleek achteraf best wel druk te zijn. Zoals nu dus, want dan sluit ik mijn week af zonder dat ik alles gedaan heb. Oké. Ja, eten bestellen. Wat kijk je zwaar chagrijnig. Je hebt eten notabene in je hand. Jawel, maar ik... Ja, daar word ik nu chagrijnig. Good Girls is er weer! Ja, oh my god! Oh, geweldig dit. Laten we snel Queen of South afkijken, nee, hoor. Nee, doen we niet snel. Doen we gewoon. Oh, fantastisch. Nee, is niet fantastisch. Ja, dat is wel. Nee, ga je me nou serieus vertellen wat ik fantastisch vind of niet? Dat weet ik, schat. Begin niet, hè. Wil je hier op de bank slapen? Love you.